Het is niet te geloven, maar het is zo. Ik kan me indenken dat als je zo'n thema ziet verschijnen als uitnodiging ook tegelijk voor een avond als deze, dat je daar verschillende gedachten bij hebt. Eigenlijk gedachten van, wat zal dat worden? Verwachten we nu juist niet het tegenovergestelde? Omdat het zo is, denkend aan het gedeelte dat gelezen is, dat God zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, is het te geloven, toch? Je verwacht toch niet van een dienaar van het woord dat hij zegt, het is niet te geloven. Weer een ander die zojuist meelas en dacht, die kans zal die ook wel niet opgaan. Die denkt misschien, het heeft te maken met, ja, dat weergaloze van de liefde van God. De liefde van God die een oceaan is, zo diep dat je erin kunt verdrinken. Het is eigenlijk niet te geloven bij wijze van spreken zoals wij dat dan zeggen. Ook daar wil ik vanavond niet de insteek nemen. Waarin dan wel? Laat ik beginnen met te zeggen dat we niet alleen het evangelie van Johannes hebben, maar ook zijn brieven. De apostel Johannes is een man uit één stuk. Iemand die zeer intiem contact heeft gehad met de Heer Jezus. Hem van dichtbij heeft gezien, heeft horen bidden, heeft horen preken. Hij weet dus waar hij het over heeft. Alleen laat het nou net Johannes zijn die mij voor een enorm probleem zet. Als ik zijn eerste brief lees en het tweede hoofdstuk en dan het 15e vers, dan lees ik daar, heb de wereld niet lief. Ook niet dat wat in de wereld is. Want wie de wereld lief heeft, die weet zeker dat de liefde van de Vader niet in hem is. En vanavond heb je afgebeeld gezien woorden van Jezus zelf, opgeschreven door diezelfde Johannes. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe kan dat? Wij mogen de wereld niet lief hebben. De liefde van de Vader kan niet in je zijn als je de wereld lief hebt. Maar de liefde van de Vader blijkt te zijn dat hij de wereld wel lief heeft. Niet te geloven. Maar dat is zo. Hoe kan dat? Nee, er staat in de brief van Johannes geen ander woord voor liefde in de grondtekst dan in Johannes 3, vers 16. Allebei agape. En het woordje wereld is in de grondtekst allebei kosmos. Ja, dat is nou echt zo'n voorval wat je meemaakt als je vaak in de Bijbel leest. Dat je stilgezet wordt en denkt, hoe zit het nu eigenlijk? Vanavond wil ik dit zeggen. Als Johannes zegt, heb de wereld niet lief, dan bedoelt hij daarmee te zeggen, jij bent niet in staat om zo van de wereld te houden zoals God ervan houdt. De beste christenen zijn gevallen toen ze weer gingen flirten met de wereld. Met de geest van de wereld. Met het vergankelen, met het begeerlijke van de ogen, zegt Johannes in het 16e vers. Maar God is anders. God is zo anders. Wij moeten gewaarschuwd worden om niet de meest zuivere vorm van liefde, agape, te geven aan de wereld. Want voor je het weet, word je weer besmet, val je terug. Maar God kon zijn onvoorwaardelijke liefde aan de wereld geven. De kosmos. Bij Johannes functioneert dat altijd als de wereld buiten het paradijs.
de wereld na de zondeval, de mensen die zeggen, als God komt, ben ik weg. Als hij tot mij komt, zeg ik bedankt, maar niet voor mij. Die wereld heeft God lief. En hij wordt er niet door besmet. Hij kan van mensen houden, let erop, hij kan van mensen houden die het meest zondige doen. Niet dat hij daardoor dan ook besmet wordt, of dat hij dan maar met de hand over zijn hart strijkt, of dat hij op de een of andere manier je laat merken, ach, die zonde valt wel mee, je hebt een moeilijke jeugd gehad, het is je uiteindelijk ook maar meegegeven door je ouders. Nee, God laat de zonde volledig staan, maar ziet mij en jou als zondaar niet over het hoofd. En laat je vanavond op deze eerste avond van geloofstoerusting in 2020 horen dat hij van je houdt. Ongeacht wat je doet. Ongeacht wie je bent. Niet te geloven. Maar het is zo. Weet je wie daar heel veel moeite mee had? Iemand waar ik u tegen zeg als die vanavond aanwezig is. Een type als Nicodemus, daar kun je respect voor hebben. Hij had respect voor Jezus. Er zit al iets van een belijdenis in zijn eerste aanspraak tot Jezus. Wij weten dat u een profeet bent, want niemand, niet één mens, kan doen wat u doet. God is met u. Hij heeft kennis van de Torah, kennis van de profeten. Maar hij komt er niet uit als Jezus begint over wedergeboorte. Jezus probeert in een paar woorden duidelijk te maken dat er een radicale verandering in het leven van Nicodemus en van al zijn broeders moet komen. Dat is wedergeboorte. Dat God in je leven ingrijpt. Niet te geloven, maar het is zo. Hij doet dat. Het is zoals de wind, lezen we in het 7e vers. Het is zoals de wind, je krijgt er geen grip op. Je weet niet waar die van komt en waar die naartoe gaat. En toch gebeurt het. Alzo is het met iedereen die uit God geboren is. Nicodemus, die begrijpt het niet. Hij denkt dat het een biologische inhoud is en gaat beginnen over de buik en de schoot van zijn moeder. En Jezus geeft hem een theologisch antwoord. Nee, Nicodemus, alleen uit water en geest worden mensen uit God geboren. En als Nicodemus dan vraagt, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dan zegt Jezus, ben jij een leraar van Israël en weet je deze dingen niet? Nicodemus, wat ik nu zeg is misschien wel in een andere taal dan jij gewend bent. Maar dit had jij moeten weten. Als Jezus begint over de geest, over een radicale, massale bekering, dan had Nicodemus met de kennis van Ezechiël en van Joël en van Zacharia en van Jeremia moeten weten, dit is wat God beloofd heeft. In het Oude Testament wordt dat niet wedergeboorte genoemd, maar als de geest, de beloofde geest, komt met Pinksteren, dan zal God een nieuw verbond maken. En dat betekent niet alleen maar uiterlijke verandering, maar God gaat ingrijpen, geeft een ander hart, een andere bezieling. En het wordt vergeleken met een massale waterstroom. Nicodemus, als ik hierover begin, deze aardse dingen, hebben we gelezen in vers 12, het onderwijs over wat de Heilige Geest gaat doen en dat dat nodig is in je leven, waar jij geen grip op hebt, maar wat wel gaat gebeuren van boven naar beneden, dat had je kunnen weten. En als je dat al niet snapt, hoe zul je geloven als ik de dingen uit de hemel, als ik hemelse dingen tegen jou ga zeggen? Niet te geloven, maar het is zo. Jezus zegt tegen Nicodemus, hoe zul je geloven als ik hemelse dingen tegen jou zeg? En dan verwacht je
Ik wel tenminste, als ik eerlijk ben. Als ik een trage kattengezant heb en ik heb mijn dag niet doorgaans, heb ik redelijk wat geduld. Ook een heel aantal goede eigenschappen niet, maar daar sta ik hier vanavond niet voor. Geduld, dat lukt nog wel aardig, maar als je je dag een keer niet hebt en je hebt een trage kattengezant, dan denk je, ik ga het niet nog een keer uitleggen. Of je hebt gepreekt en er komen een aantal vragen naar aanleiding van die preek en je denkt van ja, dit heb ik allemaal wel gezegd, alleen je hebt het niet willen horen, waar begin ik dan aan, laat maar. Maar Jezus doet dat niet. Je zou verwachten als hij zegt, ik ben over het aardse begonnen, dat wil zeggen dat wat je al had kunnen weten, wat al door de profeten is voorspeld, dat wordt al lastig, dat wordt hem niet. Nou ja, de hemelse dingen, die ga je helemaal niet geloven dan, dus laat maar. Nee. Jezus zegt direct erachteraan, ik ben degene, en dat moet je niet lezen alsof Jezus letterlijk bedoelt dat hij opvaart naar de hemel. Integendeel. Jezus zegt dan, ik ben degene die opgeklommen is, als het ware, hè, in wijsheid. Ik ben er geweest, ik ben in de hemel geweest. Wij weten wat wij hebben gezien en gehoord en wat wij getuigen. Dat is overigens geen majesteit meervoud. Maar Jezus bedoelt wat heel het evangelie van Johannes doorklinkt, die rode draad, ik en de Vader zijn één. Ik was het woord dat bij God was. Ik was bij de Vader. En ik heb dingen van hem gehoord en ik heb dingen met hem besproken die ik hier op aarde nu ga zeggen. Hemelse dingen. Ik hoop dat je het nog volgen kunt. Ik probeer het vanwege de korte tijd die ik toebedeeld gekregen heb wat snel te doen om uiteindelijk mijn punt te maken. De meest bekende Bijbeltekst die wij snel uit onze binnenzak halen, die we zo kunnen oprakelen. Ik heb dat zelf nooit geweten. Die meest bekende woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Die woorden klinken voor het eerst op aarde uit de mond van Jezus en het zijn woorden vanuit de hemel. Er was in het Oude Testament die hele offerdienst. Mensen moesten gaan nadenken. Dat lam dat daar bloedt, dat lam dat daar sterft, dat ligt daar in mijn plaats. Alleen zo kan God mijn zonde vergeven. Een stille heenwijzing naar wat God zou gaan doen in zijn zoon. Denk aan, zegt Jezus in ditzelfde hoofdstuk, die stok, die staf met daarop die koperen slang. Zoals die koperen slang verhoogd werd. En mensen die dodelijk gebeten waren door de slang, daarop zagen, die werden genezen. Zo zal het ook zijn met mij, de zoon des mensen, die moet verhoogd worden. Opdat een ieder die naar mij kijkt, die zich aan mij vastklemt, die mij vertrouwt, die mij gelooft, eeuwig leeft. Maar die slang kon niet spreken. Het was wel veelzeggend. Maar nog nooit in het Oude Testament hebben deze woorden geklonken dat de liefde van God niet minder is en ook niet meer. Hoe zou het meer kunnen zijn dan dit? Namelijk, dat zijn liefde is niet te geloven, maar het is zo. Of wel te geloven, omdat God het zegt. Jonge, meisje, man, vrouw. Ik hou van jou. Als je daaraan twijfelt, waarom zou ik dan mijn zoon hebben gegeven? Durf je werkelijk te stellen dat mijn liefde maar uitgaat naar een select groepje mensen die het waard zijn? Die een nummertje hebben getrokken met het juiste kerkverband erop en dat omhoog houden? Durf je werkelijk te beweren dat mijn liefde een ruilmiddel is? Als jij kunt bewijzen dat je uitverkoren bent, dan zal ik van je houden. Waar lees ik dat in de Bijbel? Dat God van de wereld houdt, is Jezus op de aarde komen vertellen. En hij zegt het in alle ernst, Nicodemus, dat is je werkelijke probleem.
Niet dat je de wind niet in je zak kunt krijgen. Niet dat je de wedergeboorte niet begrijpt. Want wie dat begrijpt, die heeft er niks van begrepen. Dat is van God. Dat doet God. Maar als God daarmee begint in je leven, als hij met zijn geest in jouw leven werkt, dan word jij ook aan het werk gezet. En als je zegt, dat kan ik niet, dan heb je totaal niet door hoe erg het aan toe gaat in je leven. Toch? Niet te geloven, maar het is zo. Er zijn mensen geweest in die woestijn, bij het volk van Israël, die wel hebben gehoord, als je één keer kijkt op de koperen slang, verdwijnt het gif uit je aderen. Sta je springlevend op. En er zijn er gestorven. Niet omdat ze het niet gehoord hadden. Niet omdat ze het niet begrepen hadden. Niet omdat God had gezegd, je mag het alleen tegen die en tegen die en tegen die zeggen. En niet omdat God had gezegd, je mag het tegen iedereen zeggen, maar het is niet voor iedereen. Nee, omdat mensen dachten, bekijk het maar. Ik ga nog liever hartstikke dood dan dat ik één blik op zo'n stom ding werp. Niet te geloven, maar het is zo dat er ook zo mensen in de kerk zitten die wel weten en beamen, ik ben dood in zonde en misdaden. Ik ben slecht. Ik ben niet wedergeboren. Ik moet wedergeboren worden. Jazeker, dat weet God ook en daarom doet hij dat. Door middel van het woord dat verkondigd wordt. En dat woord appelleert aan jouw hart. Niet aan jouw wil, want je kunt het niet willen en je wilt het niet kunnen. Maar het appelleert aan jouw hart. Diep, diep van binnen. Al is het heel ver weg, dat beeld van God in jou. Al is het heel ver weg van nature, dat gevoel om God te vertrouwen. Maar God appelleert daaraan. Zie op mijn zoon. Zo lief heb ik jou, dat ik hem gaf. Maar als God hem aan jou geeft en je neemt hem niet aan, dan stik je in de eeuwige nacht als het niet verandert. Dat is de keerzijde. Laat dat niet zo zijn. Niet te geloven, maar het is zo. Dan gaan we vanavond daar weer weg. Stappen weer in de auto. Zijn op weg naar huis. En vinden er wat van. Dat mag voor mij. Maar wat erg als blijkt dat je vanavond wordt opgeroepen om in het licht te komen. Het licht van Jezus. En je veroordeelt jezelf door te zeggen, ik kom niet naar voren. Ik belijd niet mijn schuld daar ergens achterin in het donker. Nu het zo dichtbij komt en ik vanavond zalig kan worden. Als ik mijn schuld bij Jezus neerleg en hij het wegdraagt. Als ik geloof dat hij daar voor mij aan het kruis heeft gehangen. Waarom doe je dat niet? Johannes is daar eerlijk in. Hij heeft dat opgeschreven omdat Jezus het heeft gezegd. Wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dat doe je zelf. Want wie de zonde lief heeft, wie de wereld lief heeft. En vanavond hoort God heeft mij lief en denkt, laat maar. Die haat het licht en die haat de liefde. Als ik vanavond thuis kom en ik draai in het donker de dam in bij de pastorie, dan stopt mijn auto voor de studeerkamer. En stel dat ik daar een man met een bivakmuts op aan de deur zie morrelen en ik zet het grote licht erop. Dan draait hij zich niet om en dan zegt hij bedankt voor het bijschijn. Toch? Dan gaat hij er als een haas vandoor. Tenminste, dat hoop ik dan. Moeten wij vanavond niet zeggen dat dat ook misschien jouw leven is? Dat hoeft niet. Er zullen er ongetwijfeld ook velen zijn die Jezus hebben vertrouwd en geloofd. Laat vanavond het licht over je leven vallen. Het is alleen maar te geloven, niet weglopen, buig voor hem. En als je voor hem gebogen hebt, dan kun je vanavond ook naar huis gaan. En deze avond gebruiken in het zingen en in de ontmoeting met elkaar als een loflied op de liefde van God. Hij heeft mij zijn zoon gegeven. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat zeker? Dat geloof ik. Echt waar.